De HR-adviseur zoals we die traditioneel kennen, die bestaat eigenlijk niet meer. Het vakgebied professionaliseert snel en HR wordt steeds meer een echte specialisatie. Denk aan alle data die er beschikbaar komt op het gebied van HR, waardoor je ook steeds beter de HR-resultaten vaak kan vertalen naar financiële resultaten. En je ziet functies ontstaan als de HR-controller, waar die functies dus ook bij elkaar komen. Nou, daarnaast zie je dat ook de veranderde wet en regelgeving, dat eigenlijk soms een HR-adviseur bijna een jurist is geworden. Je moet zoveel kennis hebben van die sociale wet en regelgeving, dat klanten ook verwachten dat ze op juridisch niveau door de HR-adviseur geholpen worden. En je ziet dus ook dat er vaak nu ook al juristen aangenomen worden op HR-functies. Nou, als je kijkt naar het vak van recruitment, nou, daar zie je dat online marketing echt een hele grote intrede al heeft gedaan. En er ook steeds meer online marketeers gevraagd worden om na te denken over hoe bereik je nou echt die doelgroep. En hoe zorg je nou dat die vacatureteksten daadwerkelijk ook goed gevonden worden? Want ja, je wil effectief zijn en daar heb je al die kennis vanuit al die disciplines nodig. Door al deze specialismen te combineren, kunnen we echt de toegevoegde waarde leveren en leveren ook echt harde resultaten.